en what's up beste kijkers. Welkom terug bij het kanaal van Mace Stormpoopsizer en de walkthrough van Uncharted The Lost Legacy. We zijn weer terug bij Chloe en Nadine nadat Chloe een lelijke smak heeft gemaakt na een gevecht met Asav. Die heeft ons in een ondergrondse ruimte laten belanden. En we moeten nu de schijf terughalen die Asav nu in handen heeft. En anders krijgt hij ook je task. Het klopt wel wat je zei over Asav. Ik bedoel, wauw, hij lijkt zo ongevaarlijk. Ja, hè? Dat is precies wat hij wil. Ik vermoed dat die bril ook voor de show is. Zodat hij onschuldig overkomt? Of slim? Allebei. Maar slim is hij wel. Hij was arts voordat hij dit ging doen. Dus hij gaf er een goede carrière voor op. Ik weet zeker dat hij ooit met goede bedoelingen is begonnen. Hey, weet je zeker dat we kunnen? Zo zeker als het maar kan. Ik moet het gewoon even rustig aan doen. Asav, die was vroeger dokter. In het begin is niets kwaad. Ook Hitler was daar niet, ook Asav niet, ook Lazarevic en Rafe. Ze begonnen allemaal niet kwaad. Asav wilde gewoon zijn landgenoten vooruit helpen en vond dat hij dat als dokter met levens redden niet voldoende kon. Maar hij is in een meedogenloos en wreed monster veranderd. This is pretty disgusting. Kijk. Voorzichtig. Ze klimt ook langzamer. Ze is gewond. Daar hebben ze wederom aan gedacht. Oké. We zijn terug bij de beelden. Van Halbedoe en Beloer. De poort is die kant op. Ja, momentje. Ik wil er nog één keer naar kijken. Let's just savor the moment. Je vader die zou echt trots op je zijn geweest, Chloe. Kom, die poort moet open. Shit. Nou nee, dat is een heilige kop. Dat is Nandi. Shiva's poortwachter. Dat moet wel de toegang tot de oude hoofdstad zijn. Vast geactiveerd door de aquaducten. Ja. Yep. Maar waar is Asav? Shit. Asav is al bijna binnen. Oké, dan moeten we opschieten. Kom op. Nee. Wat bedoel je nee? Wat is er? Sam Drake? Wat? Samuel! Sam Drake? Oh. Ja. Shit. Maar weet je wat? Dit is juist goed. Zo sla ik twee vliegen in één klap. Ho. Nadine. Wat? Wat? Sam is eigenlijk de reden dat ik hier naartoe wilde. Oh. Dit was mijn deal. Sam ging alvast onderzoek doen naar de schijf. Maar toen raakte hij vermist en kon ik hem niet in de steek laten. Met Sam en je hebt me hier toch in betrokken. Door je geschiedenis met Asav was jij de beste. Oeh. Zo. Oké, dat verdienen ze, maar oh my gosh. Dat deed ik ook niet. Weet je wat, Nadine? Alles blijft zoals het is. Je krijgt nog steeds je deel. Ja? Of jij en Sam zetten me gewoon opzij zodra je de slagtand hebt. Kom op nou, dat is niet hoe ik werk. Dat is exact hoe types als jij werken. Oeh. Jouw vertrouwen. Luister, ik wilde je echt vertellen over Sam. Ik zweer het. Ik wachtte alleen op het juiste moment. Oh man. Oh shit. Geen probleem. Ik wilde toch al gaan lopen. Oh man. Shit.
Oh, verdikke me. Dat ging wel plotseling. Ik moet naar haar toe. Oké, time-out. Holy shit, dat is even een ontwikkeling. Sam. Sam is terug in de game. Ja, hij werkt dus nu met Sally. En Chloe, hij heeft Chloe dus leren kennen. En ze mocht hem meteen ze snel genoeg om samen te werken. Natuurlijk, hij lijkt gewoon heel erg op Nathan. Alleen, ja, ze wist dat hij heel kwaad bloed heeft gezet bij Nadine. En ze achtte dat het beste voor haarzelf om die informatie achter te houden. Maar ja. Ze had Sam dus vooruitgestuurd om alvast onderzoek te verrichten. Alleen hij viel dus in de handen van Asaf. En ze wilde hem niet achterlaten. Geeft wel aan de ene kant aan hoe erg Chloe is veranderd. Ze zou hem eerst gewoon hebben laten zitten. Maar ja, dat zou ze Nathan nooit aandoen. Dus wilde ze hem gaan halen. En daar had ze hulp bij nodig. En dus koos ze Nadine van alle personen die Sam niets liever dan wat dan ook dood wil. Ja, en Nadine, die net Chloe begon te vertrouwen en haar anders begon te zien dan gewoon een onbetrouwbare dief. Ja. Chloe die gewoon met de ergste onbetrouwbare schobbejak in haar leven samenwerkt en haar dat niet vertelt. Ja, dat beeld dat ze van Chloe had is nu dus flink aan diggelen gesmeten. En dat moeten we recht zetten. Moeten niet alleen achteraan om haar gewoon in te halen, maar ook voordat ze Sam vermoordt. Daar is ze goed toe in staat. Krijg je ervan als je eerlijk bent. Recht op een kaak. Nou, Namely is niet ver. Als dit niet zo'n slecht moment was, was dit eigenlijk echt heel mooi. Moet je kijken, die mist en grijze lucht. Terwijl het anders naar die zon. Jezus, is snel geweest, zeg. Oeh, en het slaat ook om. Je zag ook hoe Chloe reageerde op Nadine's opmerking van dat is precies zoals jullie types zijn, onbetrouwbaar en leugenachtig. En je zag dat dat haar pijn deed. Want aan de ene kant had Nadine wel degelijk gelijk. En aan de andere kant is dat niet zoals Chloe bij haar vrienden bekend wil staan. Want we weten allebei dat ze gewoon meer is dan dat. Ze is meelevend, ze is grappig, ze zit vol liefde, ze is dapper en slim. Maar ja, dit heeft het gewoon enigszins haar reputatie de gabbel gegooid. Met hoop van zegen. Niet zo snel. Niet zo snel. Oeh. Ai, ja, ja. Nou, het was in elk geval stijlvol. Oef. Dit is echt wel letterlijk het wat je in films zou noemen het zak en as moment. En ik denk tegelijkertijd ook het midpoint. Zo van de film is vanaf nu een radicaal andere richting ingeslagen. Oh man. Ik hou al niet van onweer en in games. Deze game die slaagt erin om het echt ellendig te laten voelen. Maar damn, wat is het mooi. Die regen ziet er echt nat uit. De omgeving is nat. Chloe zelf heeft natte kleren. It feels so real.
Zou het regenseizoen zijn? Nee, waarschijnlijk niet. I sense a treasure. Hier eens kijken. Oh, C4. Nice. Dat kunnen we wel gebruiken. Oh, zo. Oké. Dat lijkt er meer op. Moest even de knop vinden. En hier is de schat. Een kaart. Slangen- en ladderspel. Dat hadden ze toen al. Of zoals ze in SpongeBob zeggen, roltrappen en palingen. Ik weet niet of een van jullie die aflevering kent. It is hilarious. Oh crap. Liggen snel. Holy shit, is dat Nadine? Oh, die zit flink in de problemen. Ja, wat is. Wat is een. Nou, van in er eentje. De Task en Sam pakken krijgen. Ah, die regenspetters. Zo op je scherm. Ik hou altijd wel van het soort immersie. Waar is ze toch? Tot ziens. Verdorie, waar is ze toch? Oh, nice, een RPG. Oké. Dat kan nog flink van pas komen straks. Het is groot hier. Maar we moeten even een goed overzicht hebben. Oh my god. Nadine, alles oké? Nog niet genoeg gehad? Wat nou? We kunnen nergens heen zolang die eikels naar ons zoeken. Kom mee. Ja, die gaat niet meewerken. Crap. Nice! Yes, oké. Oh shit. Oh fuck. Ik wist niet dat dat kon. Hij reed recht op me in. Come on. Bit closer. Bam! Oh, nice. Oh, shit. Nog één. Come on. Nou ja. We kunnen eerst de kist even openbreken. En Nadine die steekt geen vinger uit om te helpen. Ik snap haar. But she can hold quite a grudge. Ah, kut. Ze zijn niet hier. Shit. Harris.
Come on. Nadine, dat was het. We zijn veilig. Wacht even, ik kom eraan. Is al aan duwen geslagen. Daar gaan we. Oh boy. Graag gedaan. Je hebt tegen me gelogen. Ik loog niet. Ik heb alleen niets gezegd over Sam. Ja, dat is niet zo moeilijk. Luister, Asaf heeft al een voorsprong, dus we moeten snel zijn. Luister, ik... Zeg op dan! Oké, dit is de waarheid. Ik heb je nodig. Had je eerder aan moeten denken. En jij hebt mij nodig als je die tand wilt. Luister, ik heb het verpest. Oké? Noem je dit een verontschuldiging? Tja, wel als het betekent dat ik je kan overhalen, ja. Luister, we hebben allebei veel te verliezen. Of niet soms. Klopt. Voor de duidelijkheid... Mijn prioriteit is die tand. Niet Sam Drake. En zeker jij niet. Wat jij wil. Oh man. Ja. We moeten goed onthouden dat we gewoon... Sam is de man die basically alles voor haar geruïneerd heeft. Zij is de reden dat ze dit allemaal doen moet. Maar ja, nu hebben we een partner die ons niet zal redden als het erop aankomt. Wat doe je nou? God, dat we niet gevolgd worden. Huh, dat is een goed idee. Ja, en nu is het weer net zo bot en kort af als aan het begin. Nou, Chloe die moet een manier... vinden wow, om niet dat? Goed te maken. Precies wat je denkt dat het is. Dynamiet. Ze blazen zich een weg door de stad heen. Oh my gosh, waar zijn we in terecht gekomen zeg? Ah, doe die nou hier. Kortere route. Ah. Schoonheid ervan. Ondanks de situatie waar we nu in zitten, is this really gorgeous. I can hear a treasure. Moet je dat zien? Oh, wow. De koningen leiden hun volk deze tunnels in. Wat? We hebben niet de ingang gevonden, maar de achterdeur. Om ze te redden tijdens een invasie. And there is a treasure. Een oliefles uit de 10e eeuw. Oké. Ziet eruit als een trappenbron. Interesseert je niet, hè? Hoor je dat? Nu wel, ja. Wat is dat? Zeg niet dat ze hier ook monsters hebben. Oh boy, dit bevalt me niks. Het niet op ons. Wat is dat? Wat het ook is, het is dichtbij. Oppassen dan maar.
First, let's get this treasure. Een oude zilveren enkelband. Oh! Nee. Ach! Het is een... Oh my gosh! Het is een olifant! Ach! Oh, ze zit gevangen. Ik denk nu dat ze gewond is. Die explosies die we hoorden hebben het vast laten instorten. Rustig maar. Ach. Arm beest. Sorry meid. We bevrijden je wel hoor. Oh. Oh. Wacht heel even. Kom op. Hey, blijf rustig. Heb je tegen mij of de olifant? Allebei. Rustig, rustig, rustig maar. Oh my gosh, we kunnen op een olifant rijden. Waar gaat ze naartoe? Waar ze maar wil. Oh. Hier. Wil je hier wat van? Alsjeblieft. Oh. Kijk eens jongens, we kunnen op een olifant rijden. Ah, kijk eens. De sereniteit hiervan gewoon. We hebben twee karakters die gewoon heel erg gespannen zijn. En dan komt bam, die olifant er even tussen. En just grinds it to a halt. Kijk toch, dit is toch prachtig. Nog eentje. En dit hebben ze gewoon speciaal bedacht. Dit komt dus van Naughty Dog dat ze het gewoon even random in de game deze olifant geplaatst hebben. To just diffuse tension. En de apies. Leuk toch? Luister, ik kan niet zo heel goed met mensen omgaan. Je bent een egoïstisch kreng. Ja. Je hebt gelijk. Ik ben een egoïstisch kreng. Ach. Ja. Het is goed dat je het zelf zegt. Nou, hoorde je dat, pa? Heb ik toch nog iets van je geërfd? Zelfreflectie. Wat is er gebeurd met je vader? Hij wist gewoon niet wanneer hij moest stoppen. Het ministerie van Cultuur besloot tot het financieren van nog één expeditie. Deze keer, zei hij, was hij echt iets groots op het spoor. Hij was altijd iets groots op het spoor. Maar bandieten onder zijn kam en de lokale politie vond hem weken later. Ach. Dit stommeling is alles wat ik nog van hem heb. Het spijt me. Oh, hey. Hij maakte zijn eigen keuzes. And that's all any of us can. Dus... Luister, Fraser. Je hoeft het niet... Ah! Wat doet hij nou? Oh, al hond slaat, denk ik. Laat hem stoppen! Want ik spreek olifantstaal. Huh? Oeh. Nou, we hebben een bad gekregen. Kijk daar eens. Een kudde, oh my gosh. Zo van slag was. Ze wilde naar haar jonkie. Hey, nog even over Sam. Luister, ik snap het wel, oké?
Ik heb zo ook mijn eigen problemen. Laten we er gewoon allebei over ophouden, oké? Okay? Dat is heel nobel van je, Nadine. Deal. Kom op. Ach, ook al lukt verder niks, we hebben in elk geval een gezin herenigd. Maar hou wel afstand. Er is een kalf bij. Juist. Dit is toch... Dit was zo'n mooi moment. Op afstand blijven. Oké. Gewoon in de verborgen stad Belur zit een olifantenkudde. Hoe vaak maak je nou zoiets mee? Zou ze heel graag van dichtbij willen zien, maar dat kan niet. Maar kijk toch eens van een plaatje. Ah, we kunnen fouten maken. Hier, ik maak deze. Oh. Oké, bedankt. Schuif eens een beetje op. Goed zo. Oké, en strek nu even je arm naar die kant. Wat? Een olifant aan je op veilige afstand. Ah, dat is leuk. Die wil ik even zien hoor. Kijk nou toch, dat is leuk. Oké. Chloe, dit moment dat hen even gewoon dwong om bij elkaar te blijven en rustig te zitten. Dat moment, dat was dus cruciaal om gewoon die breuk even weer te lijmen. En Chloe, voor de eerste keer in haar leven beseft ze werkelijk gewoon van de problemen die haar karakter oplevert voor haarzelf en anderen. Door haar grote neiging en drang om alleen om haar eigen belang te denken, haar eigen veiligheid en voordelen bij deze schattenjachten. Dit was dus het resultaat. Ze raakte bijna een vriendin kwijt, bont en blauw. En ze komt nu echt onder ogen met dat ze gewoon een egoïstisch kreng is. En dat dat moet veranderen als ze zichzelf niet nog meer pijn wil bezorgen. Net als, want in wezen haar vader... Die was ook zo. Die kon niet weglopen van zijn eigen egoïstische obsessie. Die zijn familie uit elkaar dreef. En dat werd zijn dood. En Nadine, die alle recht heeft om boos te zijn op Chloe, die toont mededogen en begrip. En ze had gewoon boos kunnen blijven en Chloe nog steeds kunnen verwijten om haar leugen. Maar ze kiest ervoor om dat niet te doen, omdat ze weet dat Chloe zelf genoeg persoonlijke zware bagage op zich heeft zitten. En dat ze gewoon niet het recht heeft om haar geschiedenis met Sam, om daar Chloe mee op te zadelen. Ook al wist Chloe ervan. Ze besluiten gewoon de strijdbel te begraven. En dat is nobel, want als je elkaar nodig hebt in dit vak, dan kun je dat soort dingen gewoon niet de hele tijd naar boven halen. Niet veel mensen die zouden de keuze gemaakt hebben die Nadine nu gemaakt heeft. En nu op zoek naar de tand. En hopelijk Sam, want he is a magnificent bastard. We can't lose him like that. Ceremoniële suikerhamer. Leuk. Salah in gevecht met de tijger. Dan zitten we dus goed. Misschien heb ik zijn tijdje niet gezien, maar olifanten zijn kleiner dan ik dacht. Je bedoelt misschien Afrikaanse olifanten. Dit zijn Indische olifanten. Wat is het verschil? Kleinere oren.
soort dubbele bobbel op de schedel. Inderdaad, ik heb dus een practicum dierenschedels gehad. En toen kwam er ook een olifantensoort in voor. Het is toch een beetje een geniale move van Naughty Dog dat ze zoiets gebruikt hebben om deze karakters weer bij elkaar te brengen. Het herenigen van een familie en het herenigen van twee vriendinnen op zo'n manier is just a stroke of genius. Aardig van een zaal om wat voorraden achter te laten. Pak wat je nodig hebt. Goed plan. Beetje zwaar, maar ik denk dat we die arrowhead harder nodig gaan hebben. Deze heeft meer kogels. Oké, let's go. Hierheen. Jongen zeg. Dus dit is nou Beloer. Nog honderden jaren ouder dan Halebidou. En hoeveel ervan is bewaard gebleven? Het is compleet overwoekerd, maar op een beeldschone manier. Echt dat mistige effect van alle vochtigheid zorgt voor een heel cool en sereen aura. It's beautiful. Ik ken Sensei Treasure. But where is it, my precious? Ah. Een gouden Kahavanu uit Raja Raja. Weet niet wat een Kahavanu is en waar Raja Raja ligt. But whatever. En nog een schat. Ze liggen echt vol opraap hier. Dit is een edelsteen doosje met agaat. Oh ja, je ziet die kleine groene steentjes. Is nice. Aha, en daar is de volgende. Oké, gaat goed zo. De aap achterna. Hoe mannen. Allee, hop. Oké, nice. Ik had Nadine altijd wel ingeschat als iemand die gewoon een beetje bot is en daarom niet makkelijk vergiffenis geeft. Maar ze zien maar weer, je kunt mensen heel erg verkeerd inschatten. Het feit dat ze Chloe vergeeft over iets dat gaat over iemand die ze als haar ergste vijand beschouwt. That's not easy. Hey, de trap op. Ik zie licht door het water heen. Oh boy, ik heb het vermoeden dat we bij iets heel moois gaan komen. Oh my god. God, the lost legacy van Beloer. Hallo Beloer. Holy shit, wat een stad. Weet je, het gebeurt niet elke dag dat je een totaal vergeten stad vindt die niemand in honderden jaren heeft gezien. Als je Nathan Drake heeft, behalve niet te missen.
Behalve dan Assad. En een paar van zijn mannen. En een paar van zijn mannen. Nee, Dean. You ruined the moment. Ja. Je hebt dit moment echt totaal verpest. Dat weet je toch, hè? Hoe komen we binnen? Geen idee. Daar aan de zijkant zijn woningen. Dus laten we omhoog gaan. Dit laten we even vastleggen voor komende generaties. Niemand gelooft dat dit echt is. Ja, die is prima. Kijk toch eens. Dit hebben ze in het geheim gebouwd. Maar... Dit is de goden waardig, jongens. Fucking gorgeous. Naughty Dog blijft me verbazen. Oké. Okay. We hebben dus een reputatie opgebouwd. Sam die moet genoeg kennis hebben gehad om ze hierheen te leiden. Maar als hij ze op het goede spoor leidt, dan zijn ze uitvlucht een beetje op. Dus we moeten haasten. En die gozers van Asaf zijn duidelijk racistisch. De bloedlijn van de oude koning is in hun ogen onrein. En dus niet waardig om deze stad binnen te treden. Which is stupid. Maar leg dat maar eens aan racisten uit. Ja, Chloe is een halfbloed. Maar ze is 100 van die mannen waard. Oké, we zijn er bijna. Oef. Oh crap. Kom op. Kom op. Oh boy. Dat gaat niet goed. Oh shit. Ja, oké, ik zie hem. Ah! Oh, crap. Oh. Oké. Okay. Mooi. We zijn al zover dat hij hier saved. Wacht even. Hij beweegt iets. Daar zo. Oh, fuck. Oké, dat is beter. Ha, oké. Dat rekent Nadine al af voor ons. Je kan ze wisselen. Oké. Ik hou toch maar bij een granaat dan. Lastig zo. Zijn er een boel. Ik heb ze. Oké, top. Oh shit. En nog een zwaarder gozer.
Oh crap. Zo. Oh shit, shit. Oeh, werd omvergeblazen. Oké. Een mazeur. 9 kogels. Top. Ah, oké, de China Lake. Top. Heb ik hem nou? Ja, ik heb hem. Top. Hè? Die kunnen we... Is hij nou eigenlijk dood? Oké, dat is 2. Dat is 3. Ik heb je. Pak aan. Volgens mij sloeg ik hem in zijn ballen. Oké, nice. Dat was het. Oeh. Ah, eens kijken waar dit heen gaat. En we zijn weer buiten. Er moet een manier zijn om de stad in te komen. Dat wordt klimmen. Ah, beautiful sunlight. Wow, daarboven. Asaf kon geen ingang vinden, dus heeft hij er zelf een gemaakt. Asaf zou meer respect moeten hebben voor deze plek. Asaf heeft alleen respect voor Asaf. Die ligt al bij de waterval. Daar moet hij. Respect voor Asaf, ja. Hij claimt nog wel zoveel kennis en respect te hebben voor de Hoysala cultuur. Die man is gewoon een monster en nog hypocriet ook. Het is eigenlijk jammer dat Beloer zo verborgen ligt. Ja, nu weten we waarom. Dat hier nog voor? Ik denk dat dit een van de Hoysala koningen is. Hoeveel koningen hebben ze gehad? 11. De jonge koning was de laatste in de lijn. Nou ja, zijn plan heeft gewerkt. Hij heeft de stad gered van de Persen. En zijn volk ook. Goeie koning, mededogen. Like the guy. En van je heen. Oh, wacht. Daar is die schat dus. Oké. Een Lakshmi bruiloft ornament. Mooi. En van je heen. Twee. Wopsakee. Oké dan. Hierheen. Omhoog. Oké. Okay.
wordt alsmaar mooier en mooier. Reken maar. We komen echt nu bij de koninklijke vertrekken. Ik zag daar. En mocht je nog twijfelen of dit Belur is, heer Shiva. En Nandi. En dat is zeker Ganesh? Voordat hij zijn olifantenkop kreeg? Zou kunnen. Het kan ook Kartikeya zijn, Shiva's oudste zoon. De hindoeïstische god van de oorlog. Die hebben duidelijk een ander pad gekozen. Ah, damn it, I hear you, treasure, but where are you? Shit, de ingang is opgeblazen. Dat was de nieuwe ontploffing die we hoorden. Er is vast nog een andere ingang. Daar is een belletje. Een bronzen Hanuman bel. Hanuman, dat is een aapgod. Die aanbidden ze ook in Afrika. Ze willen ons tegenhouden. Ja. Okay, we just need to find another way in. Question is where? Ah. This ought to be useful. Hier binnen, Nadine. Nou, lekker weer. Stof van eeuwen, Jont komt er niet echt aan, hè? Nou, crap. I hear a treasure. I don't know where it is. Het is een grote stad. Er moet een andere route zijn. Ah, daar is die schat. Een bad? Of een bron? Of allebei? Een geëmailleerde betelhouder. Ik denk dat we moeten gaan zwemmen wat dit betreft. Beetje dieper hier. Ooh boy. This is gorgeous. Ah, fine. Nadine, ben je daar? Oké, mooi, daar is ze. We zitten in een soort cenote. Fraser, hier, kom eraan. Ha, kijk eens, de koningin en haar bediende. Misschien waren dit de koninklijke baden. Eindelijk ook eens beelden van vrouwen. Vrouwen waren erg belangrijk in de Hoysala-maatschappij, vooral de koninginnen. Verbaast me niks, als de koningen en mannen steeds weg waren om te vechten. Ze hielden zich ook bezig met kunst, poëzie, muziek, dat soort dingen. Belur was een beetje hun stad. Dat is mooi. Ja, dankzij de mannen bleef de bevolking in leven en dankzij de vrouwen bleef de cultuur in stand. Dat is een mooie verdeling. Waar komen we nou op uit, toch? Schatkamer? Wat is dat? Oud-Canada-schrift. Lijken wel stanza's. Misschien is het poëzie. Is dit een bibliotheek? Daar lijkt het op. Fraser, hier. Ga weg. Zeg niet dat dat de hoorn is. Wat hebben we hier? Wierook? Of kruiden? Ze bewaren hier van alles. Maar ik zie geen patroon. Het zijn allemaal kunstvoorwerpen. Zilveren parfumflesje met kam. 2-in-1. Wow. Is dat de hoorn? Nee, toch? Moet je zien.
Het is ongelooflijk. Het is denk ik een altaar of zo. Soldaten vol pijlen die hem dragen. Maar heel ver voor een volk. Dus dat zijn koningen die de hoorn dragen. Het ging niet alleen om het beschermen van de tand. Historici geloofden dat het een symbool was van macht en overheersing. Maar het is iets nog veel meer. Het was een symbool van hun volk, hun cultuur. Het was een symbool van hen. Wacht, en wat is dit dan? Oh my god, dat beeldje van haar. Van haar vader. Hij was hier. Hij heeft Beloer dus toch ontdekt voor hij stierf. Oh, wauw. Met de dieren. Mijn vader was hier. Iets groots, toch echt? Maar hij heeft het nooit verteld. Oh, waarom heeft die mafkees me niks verteld? Hij wil... Hij wilde Beloer beschermen. Hij wou je gewoon beschermen. Beschermen tegen obsessie, tegen hebzucht. Ik laat Asaf die tand niet pakken. Niet als je vader er leven gegeven heeft voor dat. Bedank me maar als we dit overleefd hebben. Goed plan. Vergeet Ganesh niet. Oh. Gelukkig heb ik dit. Oké. Wauw. Chloe's vader was dus hier. Zijn obsessie leverde dus wel degelijk iets op. Hij vond Beloer. En misschien heeft hij ook de tand gevonden. Maar hij heeft hem hier gelaten. En nooit iets verteld. Omdat hij de cultuur en de beschaving van de Hoysala wou beschermen. Omdat die tand een symbool was van hun volk en cultuur. Hij vertelde nooit iets tegen zijn dochter. Omdat hij wist dat ze gedreven genoeg zou zijn om zelf eens te gaan. Maar hij loog tegen haar en wees het af als dat het te gevaarlijk was. Maar in zekere zin had hij gelijk. En nu Chloe weet waar haar vader werkelijk voor gestorven is, niet voor zijn obsessie, maar om Beloer en een volk en haarzelf te beschermen. Dan kunnen we Asaf echt onmogelijk die tand te pakken laten krijgen. Hij zou een deel van India's erfgoed gewoon gebruiken voor zijn eigen sadistische doeleinden. Dat kunnen we niet toelaten. En Nadine, die goede oude meid, die is gewoon bereid te helpen. Maar ik vraag me af, als we de tand te pakken krijgen voor Asaf, wat gebeurt er dan mee? Laten we hem hier? Of nemen we hem mee? Chloe's vader die liet hem hier, maar als Asaf ons straks op de hielen zit, dan moeten we misschien op een andere keuze afgaan. Maar goed, we gaan later verder, want ik zie dat het tijd is. Prachtige part. Een van Naughty Dog's sterkste, wederom. De prachtige stad Beloer. Dit soort karaktermomenten. De rust en sfeer. En toch nog genoeg actie en humor.
Fenomenaal dit. Zal 8.9 nu, zou ik zeggen. Ik hoop dat jullie hiervan genoten hebben. En ik zie je bij de volgende part op het kanaal van Meesterontoepsijzer met Uncharted The Lost Legacy. The Legacy of Chloe's Father and The Legacy of the Hoysala People.